En ik zeg je eerlijk, zo kritisch als wij in het begin waren op die kakkelak, zou ik het helemaal niet erg vinden als die gozer terugkomt. Loopt dat niet te zeiken, man. Nou ja, we hebben een energiedrankje van een bepaald merk. We zullen geen reclame maken, maar dat is voor de cameraman. Extra uitzending. Ja, vandaag hebben we een goed nieuwsuitzending terwijl we gisteren verloren hebben. Hoe is dat nou mogelijk? Nou ja, dat is heel simpel. Die gozer heeft weer niet geluisterd. Nee. We hebben het van de week nog uitgelegd. Klaas hier een keer laten staan in de opstelling. De beste man blijft wisselen, rare dingen, beslissingen doen. Ik zeg je heel eerlijk, ik zag dit wel aankomen. En hij heeft geen uitstraling. Dat is misschien nog wel het ergste. Maar zijn wissels pakken gewoon nooit goed uit. Nee. Als je ziet hoe beslissend Huntelaar is tegen AZ. Hoe belangrijk die is in zo'n team. En je hebt een heel jong team. Dan heb je gewoon die ervaren mannen heb je nodig. Ik begrijp nog steeds niet wat de rol van Wiet is in het hele stuk. Ik heb de man nog nooit gezien. Alleen het enige wat ik nu denk, als je dit zo hoort. Dat dus ook Bergkamp nu de zaak is. Ja. En Bergkamp was eigenlijk, als je het verhaaltje Bos gevolgd hebt. Ja. Was Bergkamp mede aanstichter of oorzaak dat Bos en natuurlijk het geld van die Duitsers. Maar dat, zeggen. Dat is ook punt 2, ja. Dat die Bos vertrok. Ja. Maar Bos was met de rest wel op één lijn volgens mij. Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik zou er helemaal niet raast van staan te kijken. En ik zeg je eerlijk, zo kritisch als wij in het begin waren op die kakkelak, zou ik het helemaal niet erg vinden als die gozer terugkomt. Alles jaar Keizer, wat was het kloten? Alles. Nou ja, wat was het kloten? De hoofdoorzaak kloten dat de beste man bleef goochelen met de opstelling. En sporadisch een keer de goede opstelling heb gedaan. Het is, kijk, spelers en een team horen beter te worden. Als je een half jaar met een ploeg bezig bent, dan moet er lijn in komen, structuur in komen. Je moet zien dat bepaalde lijnen beter beginnen te worden. En dat zie je totaal niet. Ik weet alleen, niet wat er gebeurd was. En ik denk dat we daar toch gemakkelijk nog even met elkaar aan voorbij gaan. Als dat hele circus met Nouri niet gebeurd was. Ja. Wat was er dan? Weet je, dan had Van der Beek gewoon in zijn normale rol gezeten vanaf het begin van het seizoen. Ja. Dan had Ziyech. Kijk, bij de aanstelling van Keizer, toen was ik positief. Toen had ik gedacht van, nou, ik kan best wel eens leuk worden. Ik heb hem gezien, de man zijn denkwijze vorig jaar met wedstrijd, was ik helemaal niet negatief. Ja. Alleen hetgene wat je met Nouri ook aanhaalt, maar dat neemt niet weg dat hij maar blijft goochelen. Hé, hey, wat was de klasse? Van wie? Van Keizer. Ah ja, god, weet je, ik vind het lastig sowieso om kloten en klasse te doen in dit hele traject. Halfjaartje Keizer. Het heeft weinig gebracht, laten we het zo stellen. Weet je, je bent Europees uitgeschakeld, je bent voor de beker uitgeschakeld, je staat 5 punten achter. En je niemand werd wijzer van een halfjaartje Keizer. Je hebt toch, dat is wel een mooie. Toch? Helemaal niemand wijzer van een halfjaartje. De club niet, wij niet, supporters niet. Ik heb s'avonds nog met een paar spelers zitten appen. Wat ik ook tegen hun zei, alles op zondag. Nou, je hebt nu nog 18 competitiewedstrijden. Zeker. En die zal je alle 18 volle bakkers in finale moeten spelen. Maar wat sturen de jongens dan terug? Nou, gewoon een normaal gesprek met die jongens. En die jongens, schamen zich. Als ik mag kiezen, ga ik voor Peter Bos. Jij niet? Nou, ik heb... Want dat is ook iets wat in nadeel van Keizer is. Hè? Ik zou Koeman ook geen verkeerde keuze vinden. Keizer had ook met de beslissende spelers van deze groep geen klik, hè? Nee. Ik... Nou, ik kan gewoon bellen hoor, als die vragen wil of tips wil hebben. Ik kan gewoon bellen, hebben we ook tegen Keizer gezegd. Maar als hij het niet doet, elke keer na de wedstrijd. Wat kan er beter dan? Nou, waar je terug naar moet gaan is naar de basis. Dat je gewoon Ajax voetbal gaat spelen. Dan krijg je heel stadion achter, krijg je publiek achter je. Hetgene wat je vorig jaar ook had. Ik denk dat je de wedstrijden van tegen PSV en AZ, laten we wel zijn. Dat zijn wel de leiders. Heb je prima gespeeld. Kijk, en als je terugkijkt op dit half jaar. Je hebt van AZ gewonnen, van PSV gewonnen. Ja. En je hebt van Feyenoord gewonnen. Ja. Klaar. Ja. Maar je hebt de punten laat je liggen tegen de kleinere clubjes. En we moeten verder. Ik ben helemaal niet waar ze mee gaan komen. Ze zijn natuurlijk, achter de schermen zijn ze al lang bezig. Ja. Dit shut het al zo lang. Ja. Wie zou jij willen? Loudroepie wordt ook genoemd. Zou je iemand van... Nee, ik zou geen buitenlander nemen. Als ze nu mij zeggen, Kokkie, wie stellen we aan? Dan zou ik zeggen Peter Bos. Daar zou ik niet meer mee kunnen leven, hoor. Ik heb niks tegen Peter Bos. Zeg ik dat? Nee, maar begin van het seizoen vorig jaar was ik ook tegen Peter Bos. Ja. Iedereen. Maar die gozer die verbaasde mij halverwege jaar toen op een gegeven moment werd Ajax weer
Maar het is Ajax. Het is zo vers. Ik heb het lijstje nog niet echt goed in mijn hoofd zitten. Ik heb er een paar voorbij horen komen en dan denk ik van, nou weet je. Maar als ik nu spreek, ik kan lijstje kennen we wel weer opnoemen. Ik zou Koeman geen slechte keuze vinden. Nee. Heb jij je papieren? Ik heb zoveel papieren. Dat is waar. We hebben heel veel papieren. We hebben heel veel papieren. Kijk, ik verzorg zelfs de lunch na de training. Dat interesseert me helemaal geen toeter. Maar daarom is dat ook geregeld. Zondag moet je gewoon erop en erover klaar. Bam, dan moet je met precies. De rust moet je klaar zijn. Gewoon 3 punten. En ik vind het heel jammer voor Willem II, maar dan lul je echt over 4-0, denk ik.